Er is een boekje verschenen. Ik heb geïnvesteerd in deze herberg. Ik heb het gekocht. En dat heet De Kleine Geschiedenis van Arnhem voor Dummies. Nou, nu blijkt, wist ik niet, maar daar ben ik achter gekomen, dat voor Dummies, dat is een serie boekjes. En die serie wordt niet alleen in Nederland verkocht, maar nou, in tientallen landen over de hele wereld. Er zijn ook Chinese voor Dummies. En ook in Estland heb je Dummies, ja. En ook voor Dummies, hè? Ja. Nou, is de vraag van wat zijn nou Dummies? Nou, de man die het geschreven heeft, stel ik jullie dadelijk voor, die zegt Dummies, dat zijn leken. Nou, waar denk jij nou als eerste aan als je het woord Dummies hoort? Ja, domme mensen. Ja, Dummies lijkt heel erg op Dommies. Nou, als je het zo beschouwt, dan zijn wij met z'n allen geen Dummies. Want als er nou iemand is die veel weet over de geschiedenis van Arnhem, dan zijn wij dat wel, bezoekers van de historische herberg. En dat bewijs gaan wij zo dadelijk leveren. Vandaar die groene en die rode kaartjes. Die heb je nodig bij het leveren van dat bewijs. Ik stel jullie voor aan de schrijver van dit reusachtige boek, de heer Wim Lavoy. Ja, hij staat aan. Hij staat aan, ja, oké. Okay. Wim, ja. Voordat we beginnen met de test, was het veel werk? Het is ontzettend veel werk. Onno, kan Wim wat harder? Ja, hij doet wel. Hij heeft twee. Ja, ik heb twee. Ben ik nou verstaanbaar? Niet. Wim, hou de microfoon harder. Ja, en de microfoon flink dicht bij je mond houden. Ja, maar dat verstaan. Net niet aanraken. Oké. Okay, nou, ja. Mijn microfoontechniek moet nog beter. ja, maar dat zet hem nu harder, hoor. Even, het was ontzettend veel werk. Het idiote is van het woord. Het is een heel strak format. Wat over al die boekjes heen zit. Daar moet je ook strikt aan houden. Ik moest een hoofdstuk voorschrijven. Dat werd vertaald naar en opgestuurd naar de Verenigde Staten. Dan kreeg je goedkeuring van de basisuitgever van het format. En dat zijn onder andere 30.000 woorden in 10 hoofdstukjes. En ik had er 38.000. bij de eerste keer schrijven. Het heeft me 5 keer schaven en kaasschaven gekost om het naar 30.000 te brengen. En ik eindigde op 29.995. Weet ik, want ik heb het gelezen, dus. Wie kent het boekje al? Oh, kijk, zie je dat, Wim? Ja, nog voor deze historische herberg. Ja. Zijn er al mensen die het boek kennen? Hè? Ja, ik had ook in het voorwoord oorspronkelijk staan, echte Arnhem-kenners of historici, koop het niet. Hè? Maar ja, dat wordt een teleurstelling. Maar dat vond de uitgever minder commercieel. Vonden wij ook niet leuk voor jou. Maar Wim, zullen we beginnen met de test? Ja, we gaan. Ik heb op verzoek van jullie geacht bestuur een soort quiz voor Dummies. En de meest aardige vertaling voor een dummy is een leek. Nou, dus voor de rest is inderdaad, we kennen meer het woord als dombo of zo, dat soort dingen. Maar goed, jullie zijn allemaal deskundigen van Arnhem, dus jullie gaan allemaal dit, denk ik, hartstikke goed doen. Jullie hebben allemaal een groen en een rood kaartje. En we gaan in ongeveer chronologische volgorde door het boekje heen. De antwoorden staan in het boekje. dus in die zin, als je het boekje goed gelezen hebt, of je bent gewoon sowieso een hartstikke goede kenner van Arnhem, dan kom je daar natuurlijk feilloos doorheen. We gaan er geen wedstrijd van maken, niet een hoedje op, hoedje af. En degenen die het goed hebben, die mogen verder enzovoort. Want nee, maar we gaan wel. Ze moeten er wel wat voor doen. Want ja. Ik stel voor dat we om te beginnen allemaal gaan staan. Gaan we staan? Ja, want okay. Degenen die af zijn. Hè? Oh, ga je toch een hoedje op, hoedje af doen? Nee. Maar wie af is, wie fout zit, die gaat wel weer zitten.
Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd wie het langst volhoudt. Nou, dan wordt het toch ik ben toch mijn nieuwsgierigheid toch een afvalrace. Wel een beetje gewekt. Ja. Ja. Nou, laten we gewoon beginnen. Dan moet kennelijk iedereen staan nu. Ja, ja, staan. Ja. We gaan even allemaal staan. Het is ook een soort ochtendgymnastiek, avondgymnastiek, ja. Sorry. Goed, goed voor de stramme leden. Mag de volgende dia. Dit weten jullie. In 893 wordt Arne voor het eerst genoemd in een akte van de abdij van Prüm. Maar in 847 is er ook al een vermelding van Arnhem. Maar dan ergens in de Betuwe. Volgende plaatje. En dan krijg je de keuze. Rood. De Vikingen vallen het huis Meijnerswijk aan. Of er is een gewag gemaakt voor het bestaan van een landweg tussen Nijmegen en Arnhem. Rood of groen? Eén kaartje omhoog. Of rood of groen. Niet stiekem allebei. Sociale controle is wenselijk. Het rode antwoord is goed. Nou, dus er kunnen al wat mensen gaan zitten. Ja, die is alvast goed. Oké, ja, rode antwoord is goed. Oh, dat wordt al, het is al toch wie een stuk stiller. Wie fout heeft, gaat zitten. Ze gaat zich zitten schamen. Volgende. Volgende plaatje. Heb ik nog maar zo weinig deelnemers? Dat zal toch niet? Degene die het goed hadden mogen blijven staan, hè? Ja. Oké, okay, dit is, nou, hier zie je dat woeste gebeuren. Overigens is dit Dorenstad, maar ja, ik had geen plaatje van Meijnerswijk waar de Vikingen aanvielen. Volgende plaatje graag. En wat gebeurt er in het jaar 1477? Keuze. Nou, laat eens het volgende plaatje. Gelre verklaart zich onafhankelijk van Bourgondië. Karel de Stoute sneuvelt bij de slag bij Nancy. Oh ja. Wat is goed? Rood of groen? Omhoog. Rood of groen? Ja, nu je antwoord laten zien. Het antwoord is, volgende plaatje. Beide goed. Nou ja, dat was even om... Kijk. Complimenten allemaal hoor. Gefeliciteerd. Karel de Stoute sneuvelt inderdaad bij de slag bij Nancy. Ik was dat vergeten weg te halen natuurlijk. Hier zie je dat droevige gebeurtenis. Maar Karel de Stoute was behoorlijk een stevige heerser. En daarna erft zijn dochter Bourgondië, maar ook zijn vele conflicten. En een van de eerste staten, gewesten die zich onafhankelijk verklaarden van Bourgondië was Gelre. Volgende plaatje. De Gelderse plooierijen kunnen worden gezien als een voorloper van welke gebeurtenissen aan het eind van de 18e eeuw? De burgeroorlog tussen de patriotten en de orangisten... groen, einde van het gildenstelsel. Rood of groen? Heel veel rood. Volgende plaatje. En dat is ook zo. Want het gildenstelsel werd afgeschaft in de Franse tijd. En de plooierijen zijn eigenlijk een voorbode geweest voor uitroep van de Bataafse Republiek vanuit Frankrijk. Volgende plaatje. Ja, dus groen gaat zitten, hè? Ja. We gaan door. We maken weer een sprongetje. Hoeveel tramwegmaatschappijen hebben Arnhem bediend? En welke waren dat? Rood, 3. Groen, 5. Volgende plaatje. Het waren er 5. Nou, ik... Hier zitten nog wat diehards. Het goed gedaan. De Gelderse tramwegmaatschappij of stoomtramwegmaatschappij, die is ergens tussendoor vernoemd. Hij heeft al 4 namen gehad. De Arnhemse tramwegmaatschappij, de paardentram, de gemeentelijke elektrische tram Arnhem, de Oostertramwegmaatschappij en dat wordt dan later de BSM. En de Betuwse stoomtramwegmaatschappij, die gewoon tot aan de Praats, tot in Arnhem kwam. Volgende plaatje. Nou, dat krijg je nou een beetje te zien, behalve de Geta, de Arnhemse tram, de elektrische tram, daar kan ik niet bij. Maar hier zie je Muse Sacrum. Met de benzo-elektrische wagens van de GTM. En hier zie je bij Hotel du Soleil de NBM klaarstaan om richting Amersfoort te gaan. Hè? Een elektrische tram van Arnhem naar Amersfoort. Stel je voor. Volgende plaatje. Waarom gold voor de oorlog de Arnhemse vervoersmaatschappij de Geta, dus de Arnhemse tram, als een van de modernste trambedrijven van Nederland? Volgende plaatje.
was dat de invoering van de magneetrem. Dat is een rem die vastklikt op de rails met stroom. Dan krijg je magnetische spoel vanwege het afremmen en stilstaan op steile hellingen. Of de invoering van de eenbandsbediening. Rood of groen? Groen is goed. Volgende plaatje. Hier zie je dat. Die eenmansbediening, de machinist of conducteur, die moest ook achteruit kunnen kijken wat erin. Of hij moest geen last hebben van het licht wat op zijn ruit zou gaan spiegelen. Vandaar dat die ruiten schuin werden gezet, zodat er geen spiegeling optrad. En hier zie je een stang lopen naar de deuren. En dan kon hij met een hendel de deuren openen. En dan kon iedereen erin en eruit. Dat waren de aanpassingen. En dat heeft, daardoor was Arnhem uniek in. Er waren natuurlijk wel conducteurs en conductrices. Maar die reden dan in de bijwagen. Volgende plaatje. Zie je dat de grootste slimmerikken voor en achter in de zaal staan? Ja, daar was ook nog een diehard. Oké. Okay. Een Arnhem is de geboortestad, schrijf ik in het boekje, van een aantal multinationals of internationaal werkende bedrijven. Hoeveel zijn het er? 2 of 3? Groen 3, rood 2. Volgende plaatje. Ik vind dat het er 3 zijn. De NK, de KEMA-keur en de Nederlandse Heidemaatschappij. De KEMA, sorry. Wat zegt u? Nou, het was wel Arnhems bedrijf. De Brink was Arnhem. Ja. A is toch ook van Arnhem, of niet, Wim? De A van KEMA is toch van Arnhem? Of, Ja, het Keuringsinstituut voor elektrische waren in Arnhem. Er zijn er nog een paar, zie je dat? Wie zijn er nog over? Kijk eens. Oké. Okay. 2, 3, 3. Oké, okay. Volgende plaatje. 4. Oh, dat was Arnhems eerste woningbouwcomplex. De ene laatste vraag is dit, geloof ik. De sanering op Klaarendal van openbaar belang of de Mussenbuurt, rood of groen? Het is groen. Dit is namelijk geen woningwet, dit is filantropische bouw. Een woningwet wordt gebouwd met een toegelaten instelling. Een woningbouwvereniging, goedgekeurd door de woningwet. De woningwet was er nog niet eens toen Klaarendal gesaneerd werd. Wie heb ik nog over? Ja. Welke held? Twee heren mogen even naar voren komen. Ja, dat zijn echt helden. Ja, kom op de soepman. Ja. En de boekjesman. Wat geweldig. Wat is je naam? Janus Rijmakers. Ik woon 10 jaar in Arnhem. Nou, daar heb je goed in gelezen. Deze man woont 10 jaar in Arnhem en heeft zich wel goed ingelezen. Alle complimenten. En wat is jouw naam? Theo Beems de Boer. En hoe lang woon jij in Arnhem? Sinds 1938. Nou, rekenen we straks even uit hoe lang dat is, maar wel langer dan 10 jaar in ieder geval. Goed, volgende vraag. Is dat de laatste vraag, Wim? Ik geloof het wel, maar die laatste vind ik zo leuk, die wil ik gewoon doen. Volgende vraag. Dat was, ja, hier heb je hem. Volgende plaatje. Nog 2 vragen. Dus de ene laatste vraag. Arnhem komt op 22 februari 1944 met de oorlog. Wat gebeurde er? Bombardementen op de Willems- en de Koerenkazerne. Vergissingsbombardement bedoeld voor Duitse steden. Groen of rood? Het goede antwoord is groen. Nou. Nou, je hebt nu al gewonnen. Gefeliciteerd. Volgende plaatje. Oh, even blijven staan. Kijken of je de laatste ook nog weet. Arnhem was samen met Deventer en Enschede namelijk ook slachtoffer van het vergissingsbombardement van de geallieerden. Niet alleen Nijmegen. In Nijmegen kennen we, daar waren de meeste slachtoffers. Maar Arnhem is ook gebombardeerd, terwijl bij de gasfabriek in de buurt. Bij de Rijnwijk. Volgende plaatje. Nou, hier zie je dat. En natuurlijk bracht de propaganda van de Duitsers, maakte daar machtig gebruik van. Van je vrienden moet je het hebben. Volgende plaatje. Dat is de laatste vraag. Wie was Mary of Arnhem? Was dat? Geallieerd was het zoete koekje. Dat bekend stond als Arnhem meisje. Dat zouden ze krijgen als ze in Arnhem zouden komen. Of was het een Duits propagandamiddel? Nou, held van Arnhem. De laatste. Ja, dan zijn we er allemaal afgevallen. Want het is groen. Volgende plaats.
Duits, mag ik het volgende plaatje zien? Het was een propagandamiddel van Duitsers. Het was een Duitse vrouw die vroeger het Engels sprak. Ze had voor de oorlog bij een Engelse of Amerikaanse oliemaatschappij gewerkt. Ze hebben overal, toen Arnhem viel, hebben ze Mary geprobeerd te vinden. Niet gevonden natuurlijk, want uiteindelijk zat ze in Den Haag en ze heette Helen Sandsborg. Mag ik de volgende vraag? Plaatje. Kijk, hier zit ze echt. Dit is er. En toen ze er niet vonden, hebben ze een etalagepop gebruikt om toch samen op de foto te komen met Mary of Arnhem. Leuk. Het staat allemaal in het boekje. Nou, toch een applaus voor onze held. 9 van de 10 goed. Dus 10 jaar Arnhem, 9 antwoorden goed. De enige die niet met het schaamrood op de kaken naar huis gaat straks. Proficiat. Ja, jullie hebben misschien gezien dat wij, je bent natuurlijk toch ook voor zo'n uitgever aan de gang. Theo beneden, die staat hier klaar met allerlei boekjes die zijn uitgegeven. Onder andere ook dummies over de geschiedenis van Arnhem, waar ik ook aan heb meegeschreven. Het gele boek over de laatste 30 jaar stedenbouw en architectuur en politiek. En het boek over de wederopbouw van Rhenen naar Arnhem. En het dummyboekje uiteraard. Dus u kunt dat... Maar dat is allemaal van jouw hand, Wim? De 2 van de 3 wel. De derde heb ik alleen het deel Arnhem geschreven van dat wederopbouwboek. Ja. Dus daar ben ik ook wel druk mee geweest. Dus het is allemaal min of meer wel van mijn hand. En als we dat nu kopen, dan krijgen we dan een handtekening van jou bij. Als je dat wil, als je je boek wil dewaarderen met mijn handtekening, dan moet je dat vooral doen. Maar niet zo bescheiden, Wim. Ja, wil je wel wat zeggen? Een dummy? Nou, volgens mij een leek. Ja. Oh, dat is ook een dummyboekje. Ja, Peter die zit hier een geheel eigen betekenis te geven aan het woord dummy. Is geen eigen betekenis. Een dummy is een boek wat alleen de kaft is en alle papieren, alle bladzijden zijn wit. Geen tekst. Geen tekst? Oké. Okay. Een onbeschreven blad eigenlijk. Ja, een onbeschreven boek. Oké. Okay. Wim Lavoy, dank voor jouw boek, jouw quiz en jouw presentatie. En heel veel succes verder. Dankjewel. Dankjewel.